Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, met je Quality Time, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zouden we niet gesprek hebben met een Registered Dietist, maar ook eigenlijk wil ik zeggen een Nutrition Specialist. Iemand die gewoon bijna alles weet van goed eten. Laten we vandaag gaan praten met Wendy sumo Hartje van Nutrilicious. Hi Wendy. Hi. How are you? Very good. That is good. Uh, very excited. Oh, and I'm excited. Om hier te zijn. Ja, yeah. yeah. leuk hè, zo lekker koen is. Klopt, klopt. Klop. <laughs> nou, ik moet eigenlijk gewoon beginnen bij het begin. zou yeah. so, Zal Tante S zeggen, wie is Wendy Sumori Harjo? Wendy Sumori Harjo is een vrouw die van uh, uitdagingen houdt en moeder van twee kinderen, een Jongvolwassende dame en een tienerzoon. En ben van beroep ben ik, een, ben ik diëtist met ervaring van 25 jaar. Dat is niet maar, Nee, klopt. <laughs> maar mijn um, passie is dus echt... Uh, laat me zeggen, mijn passie is mijn hobby geworden. Mijn hobby is gewoon mijn beroep, omdat... Uh, voeding in alle facetten van het leven een fundamentele rol speelt en mijn visie is eigenlijk om de Surinaamse vrouwen, maar ook gewoon algemeen gezinnen eigenlijk te educeren dat het heel belangrijk is om uh, goed te eten. Ja, super belangrijk want we hadden ook een heel voorgesprekje voor ja. starten en de perceptie van wat goed eten nou eigenlijk is, okay. vooral in Suriname, hoe, 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 hoe breng je die awareness naar ons? Wel, een van de meest uh, fundamentele zaken is dat je, uh, als, als ik dat doe in mijn beroep, is het natuurlijk, ja, je hebt meer volwassenen uh, in de praktijk die dan uh, bij mij komen als ze verwezen zijn geworden door hun huisarts of specialist, waarbij je echt, curatief bezig, dan ben je al bezig om uh, voeding voor te schrijven bij een ziektebeeld. Een groen ziektebeeld kan zijn uh, hoge bloeddruk of uh, diabetes mellitus of andere complicaties. Maar mijn passie is echt dat je daarvoor al daarmee begint. Dus eigenlijk wanneer je nog op en top ben, dus in, in prima vorm, dat je die winst gaat boeken door inderdaad te gaan begrijpen: van eh, Het gaat er niet om dat ik uh, alleen maar rauwkost moet eten, of een low-carb dieet moet houden, of een keto- en al die, 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 die hypes die eigenlijk in, op social media te zien zijn, maar dat je eigenlijk gaat begrijpen dat voeding voor elke persoon op een heel andere manier werkt. En dan heb je ook nog van in Suriname, mijn uh, Kijk vaak natuurlijk uh, naar wat op het internet te vinden True. is. En als je kijkt naar Healthy Lifestyle, dan zie je echt typische buitenlandse producten. En mm. denk je bijvoorbeeld broccoli yeah. and, and, and en al net salads en salads en dat soort dingen. En uh, en bolsje uh, bij. Exactly. Bag, exactly. <laughs> Griekse yogurt, mm. weet je al dat soort dingen. En dan denk ik, ja, maar voor de gemiddelde Surinamer is dat totaal niet haalbaar. Dus yeah. wat mijn passie dan is, is van, hoe vertaal je dat stukje van goede, gezonde voeding in het dagelijkse leven? En zeker in de tijd waarin we nu nog leven, met een klein budget. Ja, dat, uh, en dat lukt je aardig, want ik ben nu gaan opzoeken. En is de hele pagina genaamd NutriLicious op Facebook. Ja. Dus als jullie op Facebook gaan en naar NutriLicious gaan, gaan jullie zien dat daar zoveel wordt verteld over goede voeding. En dan kom ik terug, want daar geeft u zeg maar workshops om gewoon zeg maar, ik wil niet zeggen healthy lifestyle, maar gewoon gezonde voeding of gezonde yeah. maaltijden te maken. Die ook gewoon nog lekker en er ook nog eens een keertje leuk uitzien. Klopt. Want um, een, van de, een van de dingen wat ik had gemerkt eigenlijk uh, rond COVID is dat mensen uh, geen idee hebben hoe ze dagelijks kunnen variëren. Gewoon met basislevensmiddelen uh, die we in Suriname hebben. We zeggen in het Engels from the pantry, things from the pantry. Mm -hmm. En... Um, je ja, toch? Wat, ja, de je voorraadkast, hebt. Kast, Juist, ja. wat je hebt in je voorraadkast. En uh, hoe je dat kan balanceren tot een volledige maaltijd. Mm. En um, wat toen tijdens COVID ook speelde was: van ja, er is geen brood, er is dit niet, et cetera. Um, brood is eigenlijk een van de meest, en dan zeg ik het heel voorzichtig, bewerkte voeding in uh, ons, ons dagelijks patroon. Mm. Mm. Klopt. Ik klein beetje meer duidelijkheid. Een make beetje makes sense. Yeah. Dus als we praten over gezonde voeding. Mm -hmm. En Suriname heeft uh, sinds vorig jaar. En om het goed november. Nieuwe voedingsrichtlijnen. Uh, we hadden net in het vorige gesprek iets aan de schijf van vijf. En de schijf van vijf is een voorlichtingsmodel. Voor een samenleving. En met name de Nederlandse samenleving. Om uh, gezond te eten, richtlijnen. Mm -hmm. Hoe kan je gezond eten? Verschillende vakken. Etcetera. Maar het is niet voor de Surinaamse samenleving. We hebben scheef aan zes. We hebben een voedingspiramide. Oh, okay. We hebben okay. helemaal geen scheef. We hebben een voedingspiramide. Okay. Maar die voedingspiramide is nog niet helemaal aangepast naar de huidige, mm. uh, het, het huidige eetpatroon van de gemiddelde Surinamer. Maar we, we hebben wel voedingsrichtlijnen. En die tien voedingsrichtlijnen, als je die volgt in je dagelijks mm. leven, dan heb je een zeer gebalanceerde. Um, een ja, gebalanceerd eetpatroon, laten we dat zo zeggen. En een van de eerste zaken is dat je zoveel als mogelijk verse producten gebruikt. Nou, wat verstaan we onder verse producten? Eigenlijk alles wat je uh, niet bewerkt. Mm -hmm. Weer die term, mm -hmm. bewerkt. Toch? Um, in het Engels noemen we dat processed. Mm -hmm. Bewerkt bedoelen we. Expo, hinken, hinken. Dus the alles, the wat in een fabriek, alles wat in een fabriek gemaakt is, is eigenlijk bewerkt. Zo moet je dat zien. En dan heb je semi-bewerkt, bijvoorbeeld mm. melk is ook bewerkt, is ook proces. Mm. Melk wordt in een fabriek eigenlijk verpakt, er mm. wordt gepasteuriseerd, cetera. Maar het is niet ultra-bewerkt. Mm. Een ultra-bewerkte voeding is bijvoorbeeld um, liever pasté. Dat is één, al de canned goods. maar dan denk ik bijvoorbeeld de cereals. God, ja, mijn kornflees met iskringen. Is super, ultra, <laughs> ultra process, begrijp je? Of een um, brood. Maar het wordt gebleekt en zo. Ja, ja. nou brood wordt gemaakt uh, in, een, in, een, in, een, in een factory, in een fabriek, zeggen we, mm -hmm. de bakkerijen. Mm -hmm. En als je dus kijkt naar brood. Dat wij dus nu eten, dat brood staat een aantal dagen gewoon in de rekken van de supermarkten en dan blijft een aantal dagen houdbaar. Maar om dat brood houdbaar te maken, moet, er moet er de fabrikant bij. of de bakker een heleboel dingen toevoegen. Want als je gewoon brood zelf zou maken, dan is hij meestal na een dag beschimmeld. Mm -hmm. Dus dat geeft eigenlijk al aan van... hé, dat brood is bewerkt. Het, mm. het heeft een langere houdbaarheid. Alles wat langer houdbaar is... is bewerkt. Is, okay. En dat heeft natuurlijk een impact op Op onze. je lichaam, mm -hmm. natuurlijk. Okay. Maar nu bent u er. En u bent er al met de ervaring van 25 jaar. En met gewoon een andere insteek... om het gewoon ja. met je eigen lokale producten... vers van de boom bijna... van de boom gewassen in de pan... Ja. modellen te komen... workshops te geven... en gewoon... Op uw manier. Um, het Surinaamse volk te educaten. Dat het ook gewoon lekker kan zijn. Dat je ook gewoon goed kan eten met je eigen uh, Surinaamse product. En dat niet wanneer je alleen maar. Uh, salades eet. En, nou. en de smoothies en weet ik veel. Wat er nog meer bij komt. Wat Klap. ik waarschijnlijk ook gewoon doe. Dus direct mee moet stoppen, nee. Dat je ook gewoon een hele gezonde levensstijl ja. erop kan houden. Variatie. Right. Toch? Um, uh -huh. op een van de dingen. Wat men ook. Um, meestal aangeeft. Als ik presentaties uh, mm -hmm. geef, dan zeggen ze ja, maar u zegt we moeten meer groenten eten, maar groente is bespoten. Ja, dat had je ook in het vorige gesprek mm -hmm. aangehaald. Ik zeg ja, helaas is dat zo in Suriname. En daarom worden natuurlijk ook door een heleboel mensen, maar uh, dat je eigenlijk gaat detoxen. Mm -hmm. toch? Dat je eigenlijk ervoor zorgt dat een heleboel van die afvalstoffen uit je lijf gaat... door voldoende te drinken. Uh, Verschillende uh, herbals of kruiden, zeggen we mm. dan te gebruiken om die stoffen uit ja, je lijf te ja. halen. Mm. Um, een ander punt is natuurlijk ook is dat gezond eten kost planning, kost tijd. En daar verliezen jullie me. Dat is dus echt een barrière mm. voor uh, eigenlijk jong, jong volwassenen, mm. de mensen die eigenlijk beginnen aan hun carrière, uh, jonge gezinnen. Um, maar ik zeg altijd, als het de basis is, als dat de fundament is voor eigenlijk een wealthy life in mm. termen van uh, gezondheid en uh, voorkomen van een heleboel chronische aandoeningen, dan denk ik dat het wel een prioriteit is dat je daar tijd aan besteedt. Het is een uitdaging. En als je in een gezin bent, dan is het zeker ook wel teamwork. Mm -hmm. Um, en daar help ik mensen ook mee. Yeah. Dat ik zeg van, hé, hey, je hoeft niet alles in één keer te doen. Het is een proces. Ja, yeah, nee. Ik zou daarmee eigenlijk willen afsluiten, want ik, heb eigenlijk, ik zit hier en ik heb zoveel vragen voor u. Maar eigenlijk bent u hier de specialist voor, die gewoon als iemand nu zou kijken en denkt van, hé, hey, ik, ik, ik kan mezelf herkennen in, in die levensstijl, van ik kan niet plannen of ik. ik, ik Eten veel processed foods mm -hmm. en ik wil mijn levensstijl, ik wil mijn voedingspatroon veranderen. Zouden ze gewoon contact met je absolute, kunnen opnemen? Absoluut. Uh, ze kunnen gewoon op de uh, pagina van NutriLicious. op Facebook, op Instagram ben ik ook. En dan kunnen ze uh, mij een, een persoonlijk berichtje sturen of gewoon op WhatsApp kunnen ze mm. ook een berichtje sturen. Wat is die sturen. nummer dan? 879-3847. Nou, mevrouw Wendy, ik vond het heel bijzonder en. Ik heb het heel lang niet gezegd, maar super leer ik om deze cute time met je te doen. Ik hoor u dingen zeggen en ik denk, mijn hersenen gaan achter mijn hoofd. Waarschijnlijk doe ik het hartstikke verkeerd denken dat dit nee. het is. Zo zou het moeten zijn. Dus één ding zeg ik altijd, ga niet stressen om eten. Oké, okay? je moet je balans vinden. En er zijn altijd fases in ons ja. leven. Ik bedoel, ik was ook een hele poos had ik zoiets van, ja, smoothies vind ik lekker en overnight oatmeal. Maar dat wil ik nu ook niet meer zien. So I need to change. Uh, verandering van spijs doet eten. Nou, oké. Okay. Nog een keer voor de mensen die het niet hebben gehoord. Verandering van spijs doet eten. Nou, dan hou we dat gewoon doen. Ja. Mevrouw Wendy, yes, hartelijk bedankt voor het Vraag komen bij Q-Time. Uh -huh. En heel veel succes verder. Dank je wel. Thank you. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Wendy Sumo die haartje bij ons. En zij heeft de Facebookpagina en het bedrijf genaamd Nutrilicious. Zij gelooft dat je gewoon super gezond kan eten met al onze Surinaamse groenten. al de Surinaamse dingen die we hier zelf laten groeien en, en, en ook gewoon kunnen oogsten. En dat het gewoon heel leuk kan zijn om ook gezond te eten. Zoals so jij hebt gekeken en denkt van hey, ik wil gewoon hier meer informatie over. Ga gewoon direct naar de Facebookpagina pagina genaamd Nutrilicious. Of stuur daar gewoon een appje en ze kan al jouw uh, vragen beantwoorden wanneer het komt toe. A good nutrition, a healthy meal. En waarschijnlijk zal het ook le leden naar een healthy lifestyle. Bedankt voor het kijken nogmaals en remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.